Elke kill die ik maak in deze video is één extra gratis skin voor één van jullie in Fortnite Battle Royale. Welkom bij deze video. Vandaag duiken wij de map in van Fortnite Battle Royale. Wij gaan namelijk proberen om zoveel mogelijk kills te maken in een potje Fortnite. Maar dit is niet zomaar een potje. Elke kill die ik namelijk maak in dit potje is één extra code voor een nieuwe Versus skin in Fortnite voor één van jullie. Oftewel, hoe meer kills ik weet te halen, hoe meer giveaways ik kan doen voor jullie in deze video. Wil jij nou dus een gratis skin in Fortnite, dan is vandaag de kans om die te winnen. Druk nu op dat blauwe duimpje omhoog voor meer geluk op het winnen van een nieuwe Versus skin in Fortnite. Ik zou het maar snel doen, want deze skin wil je echt graag hebben. Bij deze skin krijg je namelijk ook 500 gratis V-Bucks. En wie houdt er nou niet van gratis V-Bucks bij een gratis skin? Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We hoeven namelijk nog maar een paar abonnees voor de 316.000 abonnees. En al kunnen wij dat vandaag halen, ga ik nog een Neo Versa bundle weggeven aan een van jullie. Gebruik natuurlijk ook code AlexKlein in de Fortnite item shop. Als je namelijk mijn code gebruikt, kan ik meer van dit soort giveaways doen. Speciaal voor jullie, waarin jij dus een gratis skin kan winnen. Ik ben er super benieuwd naar hoe deze game gaat verlopen, want des te meer kills ik maak in dit potje Fortnite, des te meer skins ik weg kan geven aan jullie. Maar nu dat we allemaal gezegd hebben, laten we de game erin duiken en laten we maar een kijkje nemen hoeveel kills ik kan maken in Fortnite. Let's roll. De plek waar ik altijd het meest landde was de Authority. En daarom ga ik hier nu weer landen. Ik heb namelijk het gevoel dat ik hier wel wat geluk kan krijgen met deze challenge, waarin ik natuurlijk zoveel mogelijk kills moet proberen te halen. En we doen dit dus ook niet alleen. We doen dit namelijk samen met Midas, met zijn mooie glidertje natuurlijk. We lopen hier even naar binnen. Hopelijk ligt hier gelijk een wapen. Oh ja, ik hoor iemand. Ik hoor iemand. Er is hier letterlijk iemand geland onder mij. Ik ben aan het luisteren voor hem hier. Ja, let's go. Oh, hier kom jij. Hier... Oh, ik heb een shotgun. Oh, die hebben we nog net aan kunnen pickaxen. Dat is een heerlijke eerste kill. Hij heeft gelijk ook een betere shotgun voor mij. Dus dat komt goed uit. Natuurlijk worden al mijn wapens ook gelijk goud. Dat valt me nu pas op, omdat ik natuurlijk Midas aan heb. Hier ligt nog een pumpje in. Maar die pump laat ik denk liggen. Die grote shield is altijd wel mooi meegenomen. Dus die neem ik gewoon lekker gelijk in. Oh, wat hebben we hier? We hebben hier een mooie burst. Oh nee, dat is gewoon een AR. Oké, dat is helemaal super. Dat is beter dan een burst, vind ik zelf. En nog een kistje met. Oh, dat is dezelfde shotgun, dezelfde shield. Maar die shield neem ik zeker graag mee. Er zit hier sowieso nog iemand. Ik hoor hier namelijk nog iemand ergens bouwen. Maar waar? Dat is de grote vraag. Oh, naar boven zo. Ik hoor hem hier ergens. Maar het lijkt alsof hij onder me zit. Ik probeer het... Oh, oh, wow! Oké, hij zit hier. Dat is één ding wat zeker is. Ik ga een beetje naar boven lopen. Misschien... Oké. Waar kan hij zitten? Waar kan hij zitten? Hij zit hier... Oh, oh! Oh, meneer! Oh, dat is een lekkere... Oh my god! Dat is een heerlijke kill. We hebben al 2 kills om mee te beginnen. Deze guy had ook best wel het shield gedropt. Alleen hebben we dat niet echt nodig. Hij heeft trouwens maar 1 mini gedropt. Oké. Maar laten we gewoon maar lekker doorgaan. Ik weet niet of er meer mensen hier zijn geland. We hebben tot nu toe namelijk 2 mensen gekild. Er zijn tegenwoordig niet al te veel mensen hier bij de Authority. Maar we hebben al 2 kills op onze naam staan. Wat betekent dat wij tot nu toe na deze video al sowieso 2 skins kunnen weggeven. Als we op dit tempootje doorgaan, kunnen we hier nog best wel een hoge kill game van maken. Oh, laten we even door de wateren zwemmen met Midas. Waar je tegenwoordig natuurlijk ook trouwens de Midas flopper kan vangen. Hierachter kan je namelijk de Midas flopper vangen. Maar we gaan nu door naar Salty Springs. Oh, ik zie er gelijk echt mogelijk voor mensen. Ik zie daar sowieso tenminste al 1 iemand. En die ene persoon is in de aanval. Ik zie hier een huis. Wat helemaal in de fik staat. Dat huis zit helemaal af te fikken. Maar bij het rode huis hierachter is nog wel wat te doen volgens mij. Ik zag daar namelijk mensen. Ik zie dat er ook allemaal gebouwd is. Hier in het tankstation de rechts was ook allemaal gebouwd natuurlijk. Maar laten we kijken of we hier nog ergens kunnen vinden. Ik hoor een auto. Ik hoor een auto. Ik ga heel even een klein beetje schuilen. Oh, daar komt de auto. Die auto rijdt weg. Ik zie daar nog iemand lopen. Die guy die loopt daar gewoon letterlijk achter. In het open. Oh, daar is nog iemand. Die guy had ik niet gezien. Gaat dit onze derde kill worden? We gaan erop af met de bouncers. Let's go. Oh, we zijn aangekomen in een buildfight. Ik heb gelukkig genoeg materials. Daar kon ik nu pas achter. Ik heb namelijk best wel gehakt nog een klein beetje. En je krijgt natuurlijk ook makkelijke materials omdat dit in arena is. Ik neem wel een shield potion in. Nee, toch niet. Daar hebben we tijd voor. Let's go! Oh, die was mis. Laser! Hoppakee! Heerlijk! Derde kill is binnen. Wat betekent dat we de derde skin ook kunnen weggeven. Ik heb gelukkig nog een big shield. Die big shield ga ik ook gelijk innemen. Ik bouw me wel even in en ik hoor nog schoten. Oh, er is hier net zojuist volgens mij iemand naast gekild. Ik hoor namelijk dat er hier iemand geshotkund is. Hij zit hier achter. Ik hoor een auto opstarten in de verte. Oh, die kon ik net niet ommaken. Oh, wow! Huh? Oké, dat was heel erg geglitcht. Dat heeft gewoon een hele aanval verpest om hier naar boven te komen. Maar ik heb het gevoel dat er nog iemand achter zit. Ik hoorde net iemand weg met de auto. Ik hoorde hier nog 1 schot. Maar voor de rest hoor ik hier gewoon letterlijk helemaal niemand. Laten we kijken of we erachter kunnen komen of er iemand is weggereden met die auto. Ik heb namelijk echt het gevoel van wel. Want je hoorde net een auto op start. Ik zie tot nu toe helemaal niemand hier. Of er zit hier binnen iemand. Maar ik zie daar helemaal geen beweging. Ik zie wel een auto in de verte. Is dat de auto die net is weggereden? Zo ja, dan gaan we daar nu gelijk een kijkje naar nemen. Hallo. Is hier iemand die hier toevallig zijn auto... Oh, ik zie hier... Oh, ja, ik zie hem lopen. Ik zie hem lopen achter dit huisje. We hebben hem gevonden door letterlijk gewoon die auto op te sporen. Hij heeft mij volgens mij nog niet gezien. Ik zag hem namelijk gewoon doorleuken.
Zo, dat oké, okay, dat was een heel raar woord. Ik zag hem doodleuk doorlopen. Hij zit daar te schieten in de verte. Oh, let's go, let's go, let's go. 3 keer gehit. Oké, okay, er is 75 vanaf. Let's go, bouncers. Het ging een beetje lastig met plaatsen. Even reloaden. Let's go, let's go. We gaan gelijk door. Ik ga snel naar aanval. Oh, hier kan ik hem niet plaatsen. Kom op, Alex. Dit kost tijd. Oh, let's go, let's go, let's go. Oké, okay, hij zit hier achter. Hij zit hier achter. Waar? Oh, ik zie hem lopen. Kom op. Nog een keer. Oké, zijn shield is eraf. Je hoorde namelijk het geluidje wat betekent dat zijn shield gecrackt is. Wat betekent... Oh, ik hoor iemand achter. Ik hoor hier een auto. En het zou niet zo pijn zijn. Oh, word ik zo meteen van achter beschoten. Laten we hier eerst even een kijkje meer nemen. Oké, die guy die loopt, rent daar gewoon. Of die rent daar, die rijdt daar met zijn auto. Laten we die gewoon even laten voor wat het is. Die heeft mij namelijk volgens mij nog niet gezien. En die mensen daarvoor hebben wel gezien dat ik er ben. En ik zag volgens mij rechts ook nog iemand. Maar laten we eerst kijken wat er hier allemaal aan de hand is. En of we deze guy kunnen killen. Want als wij nog die 4e kill maken, zal dat dan ook automatisch betekenen dat we natuurlijk de 4e skin ook gelijk mogen weggeven. Alleen moeten we dan wel de kill. Oh, ik zie hem lopen. Wat voor skin is dat? Oh, hij vershield. Nee. Hij heeft gewoon zitten healen in de tussentijd. Daar heeft hij natuurlijk ook genoeg... Oh, hij heeft me 1 keertje gehit, maar dat is niet erg. We hebben hem vaker gehit. Kom op in de aanval, kom op. Kom op, maai. 2 keer hit, oké. Okay. Er is 66 shield sowieso vanaf. Ik kan een shield potion innemen. Nee. Hij zit daar te maaien in het open. Door het water. Oké, we gaan in de snelle aanval. Hij staat hier gewoon doodleuk beneden. Hij denkt dat hij bouwt niet eens. Hij bouwt niet eens naar boven. Bouwt hij nu wel? Oké, hij bouwt nu wel naar boven. We zitten in een kleine build fight. Gaan we hem killen. Let's go. Oh, die was mis. Nee. Vriend, dat gaan we niet doen. Ik word nog van een afstandje ook beschoten. Hij zit hier naast me. Kom op, let's go. Het is een ninja skin. Let's go! Oh, nee. Let's go! Hoppakee, hij was al mokerlo. Nu hebben we de kill gemaakt. En er ligt een shieldfish. Oké, dat is helemaal super. Dan hoef ik namelijk mijn grote shield niet in te nemen. Want er komen nog veel meer mensen aan volgens mij. Ik werd namelijk van mijn afstandje beschoten. En oh ja, zeker. Die guy hebben we ook weer gevonden. We hebben sowieso 4 kills tot nu toe. Wat betekent dat we tot nu toe nog een extra Neo Versa skin mogen weggeven aan een van jullie. Wat natuurlijk super tof is. Later in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je hem natuurlijk kan krijgen. Maar tot nu toe kunnen we er tenminste al 4 weggeven. Deze guy komt ook steeds dichter. Erbij, dus daar moeten we oprecht even op letten. Ik ga het gewoon afwachten. Hij zit daar ook af te wachten. Ik blijf gewoon langer wachten dan dat hij wacht. Uiteindelijk houdt hij het sowieso niet meer vol. En dan moet hij wel deze kant op komen. Hij zit de hele tijd op en neer te crouchen alsof hij mijn teammate wil zijn. Hij bouwt naar boven. Kom hier, flinkert. Kom op, maai. Nee, ik heb een shot gemist. Oh, daar had ik heel eventjes een vrij spel om hem echt hard te raken. Ik zie hem naar beneden lopen. Zal ik naar beneden gaan? Ik ga gewoon naar beneden, hoppakee. Maar ik wil wel een beetje de high ground houden. Ik moet boven blijven. Ik heb ook trouwens echt materials nodig. Ik heb alleen nog ijzer. Wat doet hij? Die guy zat gewoon rustig te looten. 5e kill is binnen. Let's go. Dit betekent dan ook dat wij de 5e giveaway ook kunnen doen voor de 5e skin. Circle is een aardig stukje verderop. Dus laten we gewoon maar kijken wat er ten eerste in deze chest zit. Die kunnen we op deze manier mooi kapot hakken. Maar laten we daar dan gewoon lekker de boot instappen. Er zit namelijk niet zo heel gebruikbaar in. Maar ja, gratis hout is natuurlijk altijd mooi meegenomen. We stappen lekker de boot in. En we gaan onze weg naar de cirkel maken. Ik word beschoten. Er staat weer iemand achter die boom. Ik heb hem gelijk gezien. Let's go. Hij staat sowieso op het vasteland. Ik sta op het water. Dus ik sta echt in een nadelige positie. Eigenlijk op het moment. Ik zie hem erachter. Kom op. Hij staat ook net een stukje hoger. Maar nu niet meer. Nu nog wel. Nee. Hij komt in. Hij staat ernaast. Let's go. Oh, dat is een lekker shot. Let's go. Oh, die shotgun shot heeft me echt moker hard geholpen. Om deze fight te kunnen winnen. Dat was gewoon echt een heerlijk shot. Die charge shotgun is soms ook zo lekker. Dat is niet normaal. 6e kill is binnen. Wat betekent dat we de 6e skin ook officieel mogen weggeven. Wow. Wat de... Ik kan hem wel... Oké, die boot is heel erg geglitched. Ik viel letterlijk door die boot heen. Oké, maar dat terzijde. Laten we dan maar gewoon lekker gaan lopen. En laten we maar kijken of wij hier nog ergens een speler kunnen tegenkomen. Ik zie dat er daarachter wel een beetje gebouwd is. Laten we daar een kijkje bij nemen. Ik zie hier tot nu toe alleen nog geen beweging. Laten we even dichterbij. Nee, er staat letterlijk niemand hier. Dat is een hele kleine build fight die er is geweest. Maar daar hebben we verder niet zo heel veel aan. Ik zie er verder echt geen beweging. Ik zie hier dat er ook nog aardig gebouwd is. Bij het oude huisje van Tony Stark. Oftewel natuurlijk Iron Man. Maar zijn hier nog mensen? Dat is de onze grote vraag. We hebben namelijk mensen nodig om meer skin giveaways natuurlijk te kunnen doen hier in deze video. Er ligt hier ook aardig wat loot. Er liggen hier bouncers. Er is hier wel een aardige fight gaande geweest. Een stukje er verderop staat ook weer... Hoorde ik nou wat? Oké, volgens mij hoorde ik niks. Maar een stukje hier staat ook weer een hele build fight. Dat is niet normaal wat hier allemaal... ik zie daar mensen. Er zit iemand achter de boom. Let's go! Kom op. Oh nee, ik heb maar 1 keer kunnen hitten. En hij heeft nu gelijk door natuurlijk dat ik er ook aankom van de zijkant. Dit is foutenboel. Maar laten we er gewoon maar lekker op afgaan. Ze zitten een stukje hoger. Dus ik ga gewoon heel sneaky. Een beetje aan de zijkant van de berg erop proberen te klimmen. Oh.
Oh, hij zit erboven. Let's go, let's go, let's go. Twee hits, drie hits. Hij is unshielded. 99 hit. Dat was een hele lekkere hit. Oh, er wordt hier gemaaid met een SMG. We gaan lekker naar boven. Waar zit hij? Waar zit hij? Ze zitten hier allebei in. Ze zitten hier allebei in. Kom op, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oh, ik heb de edit, ik heb de edit. Hij loopt naar buiten, hij loopt naar buiten. Oh, oh. Kom op, kom op. Kom op, vriend. Wat ben je aan het doen? Oh, dit kan nog niet. Oh, mijn trappen zijn gedraaid. Dat vind ik altijd zo random als mijn trappen zijn gedraaid. Hallo meneer, waar ben jij? Let's go, één hit. Dat zijn niet genoeg hits. Ik ben ook out of ammo, dus ik moest even reloaden. Maar waar zit ze? Er zit hier... Oh! Jeutje, die komt ook even over mijn hoofd vliegen. Dat is niet normaal. Kom op, my. Let's go. Oké, dat waren maar twee hits. Dat was tegen de verwachtingen in. Ik had er eigenlijk even verwacht dat ik hem even in één keer kon lezen. Maar we gaan gewoon lekker naar boven. Dit gaat nog allemaal goed ook. Kom op. Die andere guy zit daar helemaal beneden nog. Deze guy gaat met een shockwave neten weg. Oh, nee. Die is gekilled. Hoppakee. Oh, die is low. Oh, daar ga ik naartoe. Als ik deze guy kill, krijg ik namelijk ook nog 50 HP er natuurlijk bij. En hij is sowieso al heel low. Kom op, Alex. Deze guy wil heel goed gaan. Kom op, naar boven. Lekker. Ik wil naar de zijkant. Hij zit hierboven! Oh. Nee. Dat gaan we niet doen, vriend. Dankjewel. Doe maar niet. Ik leg deze trap hier. Stel, ik maak een kill met deze trap. Dat is echt mooi zijn. Hij komt hier doorheen. Oh, hij komt hier van achter. Loop door die trap! Nou, hij gaat niet door de trap lopen. Het zou echt mooi zijn, al ging hij door die fire trap lopen. Oh! Ik word nog van een afstandje beschoten ook. Oké, dit is echt fout. Ik word van een afstandje beschoten. Ik zit in mokro. Ik heb geen bounce pads meer. Die andere guy die zit te shockwaven. Ik heb wel gelukkig, hoop ik, de tijd om even een shield potion in te nemen. Maar ik moet snel naar beneden. Ik heb namelijk het gevoel dat ik elk moment naar beneden geschoten kan worden. Ik bedoel, daarachter zitten ook nog mensen. Maar ik kan ook weer niet de deur openstaan. Misschien dat ik die guy even kan raken vanaf hier. Oké, ik ga snel naar beneden. Ik ben echt bang dat dit namelijk elk moment kan instorten. Hun is de fight ineens daar naartoe verplaatst. Is het dan hier ineens super rustig? Ik ga kijken. Ben ik nou een voetstap? Ik hoor volgens mij nog wel iemand. Er zit hier nog iemand. Zit hij hierin? Ja of nee? Ik hoor voetstap. Hierboven. Volgens mij zit hij hier. Oh! Hij zit nog in de verte stoken. Ja, hij zit erin. Ja, dat dacht ik niet, vriend. We gaan nu niet sneaky heel erg uit dat hokje komen of zo. Wat zit hij allemaal te edit hier beneden, joh? Ik ben zo bang. Letterlijk van alle kanten zitten er mensen. Er zijn nog maar 8 mensen live. Dat betekent 7 andere mensen. Het zou zo maar kunnen dat ik deze game ga winnen. Maar er komt iemand van achter ook nog. Nu gaan we maar naar deze guy. Die andere guy bleef namelijk. Oh, nee. Dit is de gozer met de shockwave. Nee. Oh, ik heb geen materials meer. Zo, daar ben ik zo snel doorheen gegaan. Kom op. Mai. Nee! Hoeveel HP was die? Hij was 79 HP. 79 min 50 is 29 HP had hij nog maar. Vooral, ik had nog maar 1 headshotje hoeven te raken met de SMG. En dan was hij gewoon al dood. Dames en heren, jongens, meisjes. Het is me helaas niet gelukt om deze game te winnen. Maar ik heb wel 6 kills weten te maken. Wat betekent dat ik 6 skins mag weggeven aan jullie. Ik ga deze skins weggeven via een code. Ik heb hier namelijk een paar codes liggen voor de Neo Virgin skin. En ik hou het vinger er nog even op, zodat je natuurlijk niet zomaar alvast kan claimen. Want ik ga mensen uit. Zoeken in de reacties onder deze video. Alles wat je hoeft te doen is te abonneren op mijn kanaal. Hieronder op dat duimpje omhoog klikken. En hieronder jouw Epic Games naam achterlaten. Met de console waarop jij speelt. En dan kan ik jou toevoegen. En dan kan ik jou een code sturen. En dan kan jij een eigen Neo Versa skin inlokken. In Fortnite Battle Royale. Met daarbij 504. Oké, dan mensen. Dit was deze video. Ik wil jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie bij een van mijn nieuwe video's. En nog op een van deze video's die hier naast mij staan. Later.